Sterrenbeeld stier. Stier van harte. Welkom natuurlijk weer op dit kanaal. En wat leuk dat jij naar jouw allereerste video van 2024 komt kijken. Van harte welkom ook voor alle nieuwe kijkers. Leuk dat je er ook bij bent. Mijn naam is Miraje van Rijn. Alle info staat hieronder in de beschrijving van deze video. Mocht je het een leuke video vinden, kun je natuurlijk altijd gratis abonneren. En ja, ik wil natuurlijk graag even gebruik maken van deze gelegenheid om jou een fantastisch sprankelend 2024 uh, te wensen. Met alles erop en eraan. En ja, het wordt een jaar van transformatie. Tel maar op twee. Uh, Plus 2, plus 4 is 8. En dat staat voor het cijfer 8, uiteraard. En deze gaat over transformatie, manifestatie. Um, en we gaan heel veel transformeren. Um, maar we gaan het wel zien in de kaarten. Wat, uh, wat er voor jou is weggelegd. En je ziet hier de oude symboolkaarten natuurlijk weer liggen. Dus ja, wat gaat ze doen? Van Rijn gaat weer twee decks verloten. Namens Staro.nl. En deze worden verloot. Uh, onder de twee uh, sterrenbeelden met de meeste duim omhoog. Dus alle uh, de, uh, januari uh, maandreadingen. Uh, de video's met de meeste duim omhoog. Daar ga ik uh, een dek onder verloten. Twee decks heb ik weg te geven. En ik heb nog iets leuks. Namelijk namens Spiegelbeeld mag ik een. Uh, uh, proefabonnement gaan verloten. Dus laat mij hieronder weten of je graag kans wil maken op uh, dit leuke kaartendek of op het proefabonnement van Spiegelbeeld Magazine. Krijg je drie maanden gratis het, uh, het magazine uh, opgestuurd? Dus uh, wat moet je ervoor doen? Zorg natuurlijk allereerst dat je geabonneerd bent op dit kanaal. Vergeet je notificatiebelletje niet. Ook al ben je al abonnee, check even of dat belletje aanstaat. Zodat je ook geen uh, melding meer mist. Mocht je nou gewonnen hebben. Uh, ja, dan krijg je daar ook direct melding van en duimen hè, met z'n allen. Uh, december werd het uh, een vissen uh, sterrenbeeld heeft gewonnen en een stiersterrenbeeld heeft gewonnen. Dus wie weet wie het deze maand gaat worden. Ik ben heel erg benieuwd. En we gaan uh, over tot de kaarten. Dus uh, we gaan eens eventjes kijken. Um, even belangrijk nog, ook al is het de uh, reading van uh, januari, ik post deze natuurlijk in december... Um, deze maand, de maand december 2023, heb ik nog een kortingscode op de Online Academy van 15%. Uh, reken maar uit hè, als jij een, een training koopt, hoeveel jou dat kan schelen. De code staat uh, ook hier in beeld. En ik ga nu even leggen, maar anders zeg je straks in januari: Ja, hé, hey, uh, had je dat niet even kunnen zeggen? Ik was dat namelijk van plan. Dan heb je mooi die korting nog even in je zak. Dan kan je weer een leuk kaartendek voor kopen. Of een, uh, iets anders leuks. Eens even kijken. We gaan kijken voor jou. Bekers 8, bekers 10. Wauw. Ridder van Staven. Nieuwe kansen die je gaat benutten. Komt wel even zo'n angstmomentje hier. Dus je krijgt straks nog wel even het bekende schopje onder de billen. Is kijken. En dan hebben we de staven. Ik ga even de kaarten goed neerleggen. Ja, ik heb nu een soort manier gevonden. Hoe dat allemaal makkelijker gaat. Ja, zit je een paar jaar op YouTube en ineens heb je je cameraformule gevonden. Dat is ook wat. We gaan met de Madame Lenneman kijken. Wat zij voor aanvulling en toevoeging hierop heeft. Laten we kijken. Voor mijn lieve stier voor januari 2024. En het belooft zo'n bijzonder jaar te worden. Een bijzondere tijd ook. Hè? Met uh, Pluto die nu definitief Waterman ingaat. Um, alle, allerlei dingen die ik daar ook al eerder over verteld heb. Je kan het ook eventjes op de website checken. Hè? Daar heb ik ook mijn voorspellingen neergezet. Uh, leg ik ook het een en ander uit. Want er is nogal wat. Uh, te gebeuren en niet, je moet het niet zwaarder nemen, maar ja, Pluto in Waterman, dat is best wel uh, een hele grote transformatie. Besturen, systemen, ICT en techniek, uh, nou noem het maar op. Dus uh, overal is info te vinden, dus ga dat zeker even checken. Even kijken, lieve stier, wat heb ik hier allemaal? Um, hier verkeer je in, ga je binnenkort in verkeren. Het instapmoment is voor iedere stier anders. En even voordat ik ga duiden, het kan nooit met alle stieren 100% resoneren. Ik heb een aantal tips voor jou. Of laat het even op je inwerken, kijk na een week nog eens even terug. Of je meer gaat herkennen, want soms herken je iets gelijk niet en laat je het op je inwerken. Kijk je terug en ineens vallen alle kwartjes. Um, soms is dit gewoon niet jouw reading. Kijk dan gewoon even waar jouw maan in staat. of waar jouw ascendant in staat. Weet je niet wat dat is of hoe dat moet, er staat ook gewoon op dit kanaal een gratis video met uitleg. Kom je er echt niet uit, stuur gewoon een WhatsAppje. Um, zorg wel dat je gelijk de juiste informatie stuurt. Geboortetijd, geboortedatum, geboorteplaats. Um, dan kan ik heel snel even handelen, heel snel voor je kijken en dan uh, meld ik jou dat. Maar als ik eerst zes keer vragen moet stellen, dan uh, schiet dat voor mij natuurlijk ook niet op. Dus ik wil dat best even voor je bekijken. heb je tijd, plaats, datum. En dan uh, kijk ik gewoon voor jou. We gaan nu starten. Bekers 8. Ja, je gaat iets wat jou niet heeft vervuld achter je laten. Omdat je eigenlijk in vervulling uh, uh, bent. Uh, dus je zit echt in zo'n transitie, in zo'n hele overgangsfase. Je hebt bepaalde keuzes gemaakt. Je weet welke richting je op wil gaan. Transformatie, situaties achter je laten afsluiten. Wat is daar dan aan vooraf gegaan? Je aantrekken, afstoot. Je bent nog even teruggegaan naar het verleden. Van ja, wat is mij nu allemaal overkomen? Waar moest ik allemaal doorheen? Maar daar heb je korte metten mee gemaakt. En dat heb je misschien ook, dat even terugblikken, nog vanuit een angst gedaan. Omdat je nog niet weet helemaal van ja, welke richting ga ik op? Wetende, ja, maar ik ga een nieuwe weg in. Ik moet een nieuwe weg in. Ik ben die weg al ingeslagen. Je blikt nog even terug en dan bam, vooruit, stier. Uh, ja, en als die stier eenmaal op gang is, dan uh, houden we hem gewoon niet meer tegen. Uh, gesprekken die je hebt, en dat heeft toch ook wel uh, met bewustzijn te maken. Ondernemen, weten welke richting je wil. Uh, op wil gaan eigenlijk, zie ik hier. Het kan ook zijn dat je hè, voor een aantal stieren uh, ook veel meer in verbinding bent gekomen met jouw intuïtie. Of iemand die. Uh, ik ben mijn koffie weer vergeten uit te zetten. Excuses, maar jullie kennen mij inmiddels. Um, het kan hier ook mee te maken hebben dat jij met een spirituele dame te maken hebt gehad. Veel bewuster bent van jouw eigen intuïtie. Of door gesprekken die je hebt met iemand die heel erg intuïtief is. Um, He? En ja, als ik dat hier zie, het is een vrouwelijke energie. Misschien zat je ergens nog in vast. wat je iedere keer terugriep, voordat je die situatie achter je kon laten. Maar je gaat die knopen wel doorhakken. Dus het kan ook met een karmisch stuk te maken hebben: he? aantrekken, afstoten. En uh, dan denk je, ja, maar ik heb helemaal niks met de liefde. Hoe kom je daar nou weer bij van, Rijn? Ja, maar het kan natuurlijk ook uh, in het thema zijn. Iets wat elke keer op je pad komt dat je echt denkt: waarom overkomt mij dat? Omdat jouw ziel daar eigenlijk onbewust, hè, dat weten we dan niet meer, voor gekozen hebt om deze lessen te leren om te kunnen groeien. Hè, hier op aarde in onze aardse ervaring, daar heeft dat mee te maken. Vaak gaat dat wel uh, omdat de ziel altijd liefde volgt. Hè. De ziel is altijd op zoek naar liefde. Soms heeft dat er <tus> ja, echt wel met een karmische relatie te maken. Dan heeft dat een bepaalde power nodig om echt bij je binnen te komen. Op een bepaalde zielslaag. Uh, maar dat kan ook in werk zijn, uh, in andere situaties en thema's zijn. Totdat jij zoveel van die ervaring hebt gehad dat jij kon groeien. Dus daar heeft dat mee te maken. Koppel het niet gelijk aan allerlei romantische uh, toestanden. Maar je hebt voor jezelf gekozen. Je gaat jouw richting op. En dan zien we hier eigenlijk. Munten A's, nou, ik vind hem fantastisch. En eigenlijk weet je, ja, als ik dat doel wil behalen, moet ik uit die comfortzone. Daar ben je nog wat mee in strijd. Er zit nog een bepaalde angst op. Dat zien we hier ook. En je moet nog zaken achter je laten. Maar dit is hoe jij je nu voelt. Helemaal compleet. Emotioneel compleet. Um, nou, die comfortzone nog uit. En dan denk je over een half jaar. Ja, ik was toch emotioneel compleet. Ja, maar verblijven laagjes. Uh, afpellen en, en, en weer uh, nieuwe processen ingaan. Anders hebben we hier toch ook niks te doen op aarde. Um, probeer uit die strijd te gaan. <tie> maar die strijd heeft vooral met jouw zelfvertrouwen te maken, je innerlijke criticus te maken. Krijg ik door. Uh, maar dat ga je meestal leren hoor. Hier komt nog even zo'n angstmoment. Maar weet je wat ik nou zo mooi vind? Um, je bent nu in staat om. Je ziet hier een kerkraam en dat vertegenwoordigt een kerk. Je bent in staat om aan te kloppen, om hulp te vragen of om. He, dat iemand even jouw hand vasthoudt te vragen. Je bent niet alleen. En dat betekent groei. Je ziet ook dat anker. En een anker staat altijd voor hoop. Maar we zien al die bladeren he, eromheen groeien. Dus je bent eigenlijk heel erg aan het groeien. En er is geen strijd zonder overwinning om ook mijn moeder maar eventjes met deze reading te betrekken. Um, ze moest eens weten wat ik allemaal, hoe vaak ik er niet bij haal. Maar ja, ze heeft zo vaak gelijk. Of van die handige uitspraken. Um, ja, kijk eens even. Het hart gaat een sprong maken. Het hart krijgt een impuls. Recht op je doel of op de juiste manier. Normen en waarden krijg ik ook voor jou door wat hier mee gepaard gaat. En dan hebben we hier die koningin van munten. Ik laat hem eventjes wat dichterbij zien. Hij is net niet helemaal in beeld. En die Koningin van Munten, die kijkt echt zo van... ja, weet je, hoe kijk ik nou eigenlijk naar mijn situatie? Nou, je wil zekerheid, je wil duidelijkheid. Je wil dat alles goed is. Je wil dat alles aanwezig is. Voldoende financiën. Hè, voldoende materieel geluk. Zodat je je bammetje kan kopen. Zodat je eventueel op vakantie kan. Um, hè, al die aardse zekerheden, die wil je hebben. Maar niet alleen dat omdat jij uh, eigenlijk emotioneel een soort compleetwording voelt in jou... voel jij je emotioneel ook hè? dat alles er is. Omdat jij een bent met jezelf. Naar buiten treden. Je kan te maken hebben met een ontmoeting, een uitnodiging, een feestje. Um, zie ik ook. Even kijken hoor. Waardoor ook uh, jij die mogelijkheden gaat zien waar je naartoe wil. Of het wordt je aangereikt. Eén van de twee. Maar stier, piekermomentje. Je ligt ergens wakker van en waarom doe je dat toch? Want dat heeft helemaal geen zin. Uh, maar het is belangrijk dat jij, want je gedachtes heb je op orde. Hier ben je nog even in strijd hè, met die innerlijke criticus. Het is natuurlijk belangrijk om eens even te kijken waar komt dat nou vandaan? Uh, waarom doe ik dat? Of is dat een patroon? Of ik kan ook eens even in jouw geboortehoroscoop uh, kijken als je dat wenst. En dan kun je altijd voor een persoonlijke consult bij mij terecht. Waar komt dat nou vandaan? Hoe zit het nou met jouw innerlijke criticus? Waarom ben ik daar zo streng in of zo onzeker over? Uh, misschien heb je je antwoord zelf al. En het heeft echt nog met jouw innerlijk kind te maken. En dat is helemaal niet goed of fout, want ons leven lang zijn we in proces. Um, die gedachten heb je al op orde, maar er is ergens in die onderlaag nog een bepaald iets aanwezig. Ja, en als je dat op kan lossen, dus dat inzicht hebt, kan jij verder ga je niet meer wakker liggen, maar je bent altijd met een bepaalde zekerheid bezig en een angst dat je die zekerheid niet hebt. Dat is wel iets wat jou, voor mijn gevoel, in januari steeds duidelijker gaat worden waar je steeds meer zekerheid en overzicht over krijgt. Um, hè, want allemaal mooie dingen voorspellen, alleen daar heb je helemaal niks aan. Inzicht geeft uitzicht. Dat vind ik altijd heel belangrijk. Um, en tuurlijk ga ik kijken waar gaat het naartoe? Of dingen die ik doorkrijg. Ik geef je alles mee wat ik je mee kan geven op dat moment. Uiteindelijk gaat het erom dat je de inspiratie pakt, de onderlaag kan pakken, je bewust wordt waardoor jij kan groeien. Zo blijf jij schrijver over je eigen leven. Kijk eens even. Um, delen. Geven en nemen komt in balans, maar waarom heb je daar nog een soort, je wil dat ook heel graag, maar er zit ook nog een bepaalde angst onder. En dat heeft ermee te maken dat je ergens nog bang bent voor tekorten te stier. Waar komt dat vandaan? Daar kan je alleen zelf antwoord op geven. Of laat mij een keer, als je daar behoefte aan hebt, met jou meekijken persoonlijk één op één. En als dit voldoende is, is dat ook helemaal oké. Okay. Ik geef het je alleen maar mee, niks moet. Um, ja, de maan. En dat heeft toch een beetje intuïtie, cyclus te maken, werkgerelateerd. Dus er zit hier, zit je eigenlijk werk, carrière, financiën, materie. Daar krijg je een nieuwe kans. Het doel is in zicht uit die comfortzone. We zien hier eigenlijk die route er naartoe. En dit is wat je dan ja, nog een beetje vrees op zit. Uh, omdat je ergens nog een angst hebt voor bepaalde tekorten. En als ik dan hier eens even naar kijk, ja, je gaat uiteindelijk wel je talenten toepassen. Je komt in beweging, ja, en dat is typisch stier. Uh, toen ik natuurlijk mijn astrologieopleiding startte, hè, toen ik dat voor het eerst ging doen, werden mij eerst alle planeten uitgelegd, toen de sterrenbeelden. Ja, en een van de dingen die uh, de astrologen dan zeggen, de dus stier is net een stoomlocomotief. Het duurt altijd eventjes voordat ze op gang komen. Maar als ze op gang zijn, zijn ze niet meer tegen te houden. En dat is ook zoals ik de meeste stieren ervaar. En uh, ja, het is toch heerlijk dat we allemaal uh, onze eigen eigenschappen ook hebben. En laten we ook uh, de kaarten van Arme hier eens even in betrekken om eens wat verder te kijken. Eens kijken, lieve, lieve stier. En ook als ik nu dingen zeg of dat je denkt, wat is dat nou voor een term? Of hoe zit dat dan met die materie? Ga gewoon eens eventjes naar www.puurmedium.nl. Daar heb ik een Spiripedia. En die wordt echt regelmatig weer bijgewerkt met nieuwe info. Um, die vind je onder nieuws of contact of zo. Maar er zit een zoekvenstertje. En dan kun je eigenlijk uh, zo ontzettend veel spirituele informatie lezen. Dat is allemaal gratis natuurlijk. Uiteraard kun je daar ook terecht voor een spiritueel consult. Uh, maar de informatie: blogs, vlogs, er is van alles te vinden. Dus. Uh, ja, nou, nog even één keer schudden, omdat die kaartjes eruit vielen. Maar het is ook een hele dikke stapel. En mijn motoriek is gewoon niet helemaal toppie. Want ik heb natuurlijk die rare aandoening aan mijn handen, waar je honderd mee kan worden hoor. Dus geen zorgen. Oké, okay. januari ga ik toch nog een keer onder het mes. Um, omdat ik anders niet meer kan schrijven. Dus we moeten weer uh, een beetje gaan snijden. Studie. Zien we hier. Dus lieve stier, wat wil je gaan bestuderen? Wat wil je gaan, uh, gaan doen? Je wil goed beslaagd en ijs. Uh, ijs komen. Ja, eigenlijk wel. Um, je wil ook weer die zekerheid. Dus je gaat iets achter je laten. Um, heeft misschien even wat, uh, wat aantrekken, afstoten, terugblikken gekost. Maar je bent ook wel aan het kijken van ja, maar ja. Hoe ga ik bepaalde kennis eigen maken? Uh, het kan zijn dat jij je op een bepaald specialisme wil gaan verliepen. Uh, dus dat zit daar ook, uh, heeft daar ook nog mee te maken. En je wilde gewoon zekerheid met: van ja, maak ik de juiste keuze? En dan heb ik hier de kaart: schrik en schrik er niet van. Uh, ja, ergens word je wakker geschud en uh, niks aan de hand, want de kist ligt erbij. Dat betekent, je bent wakker geschud. Het was misschien een pijnlijkachtige ontdekking. Uh, probeer er ook een beetje om te lachen. Hè? Lachen is het beste medicijn, zeggen we altijd. Um, hè? En misschien heb je zelf dingen gedaan of is het je overkomen. Uh, maar ja, je komt er op tijd achter, hè? van hey, dat was niet handig, of ik moet nu de beslissing nemen, afsluiten. Dat is eigenlijk het verhaal om erger te voorkomen of om je nu echt los te maken van dat verhaal. Ik heb hier de kaart verwijdering. Nou ja, je ziet het eigenlijk al, de bezem. Gewoon de, tent, de bezem door de tent heen. Uh, opruimen. Uh, ergens gewoon een punt achter de deur verzetten. En misschien moet je dingen anders gaan structureren. En het, wordt, het is ook heel belangrijk dat je goed om je heen kijkt. Ja, maar luister, wat dient me wel, wat dient me niet. Uh, hè, zodat je weer. ...eigenlijk jezelf gaat bevrijden. En die ontdekkingstocht ligt er ook nog onder in de onderlaag. Berichten. Nou, dat heeft ook met verzoeningen te maken... ...maar ook een bepaalde bewijslast die je gaat ontdekken. En dat klinkt heel mysterieus à la Netflix. Um, zo moet je dat ook weer niet zien. Maar ergens krijg je iets, iets feitelijks, feiten onder ogen waardoor je ook die knopen door kunt hakken en hier zien we dat ook een beetje. Maar ja, het is ook een bepaalde verzoening en een verzoening kan met een situatie te maken hebben waarmee je hebt verzoend, waardoor je eindelijk verder kan, wat je hebt moeten onderzoeken of gaat onderzoeken. Ik heb hier de kaart geheim. Ja, het geheim staat natuurlijk ook voor iets dat je voor jezelf moet houden. Dus als jij nou van een meesterlijk plan hebt. Ga dat niet van de toren schreeuwen. Hou het voor jezelf. Ga het manifesteren. Ga het neerzetten. Eén, het leidt af. Je versnippert je energie. Je versnippert je focus. En niet iedereen heeft dat altijd goed met je voor. Dus een ander kan ook zomaar met jou goede plannen ervan doorgaan. En anderzijds... Uh, uh, nee, we houden het zo. Ja, ik ga daar niks aan toevoegen. Ontvankelijkheid. Kijk... En dan is dat wel een hele mooie aanwijzing bij die angst voor tekort, voor eenzaamheid, om alleen te zijn. Je bent gewoon heel maangevoelig. Dus hou de volle maanden, nieuwe maanden in de gaten. Ook die informatie vind je allemaal op mijn website. Dus uh, check het gewoon. Uh, hoe werkt dat nu allemaal? Ik hoop binnenkort ook weer tijd te hebben voor maandenvideo's. Maar ja, joh, ik heb maar één, uh, één week, in een, uh, zeven dagen in een week. Hè ontvankelijkheid. Uh, belangrijk is dat als die maan zoveel invloed op je heeft, dat je gaat kijken, ja maar wat komt er dan naar boven? Uh, waardoor word ik iedere keer weer een soort gevoelig hiervoor? Daar mag je eventueel nog aan werken. Uh, en dat heeft met bewustzijn te maken, overgevoeligheid, laat je niet zomaar in alles meeslepen. Maar als jou dat vangt, wil dat ook iets vertellen, daar mag je dan aandacht aan geven en niet aan de angst. Uh, dat het gaat gebeuren, maar wel aan de trigger van ja. Maar hoe komt het dat ik mij zo voel en wat kan ik daaraan doen? Als je dat eenmaal doet, ga je stromen. Geluk. Nou, hoe mooi wil je hem hebben, stier? Dit heeft gewoon met jouw ruimdenkendheid te maken. Terwijl je eigenlijk wel conservatief bent ingesteld, uh, maar je mag eigenlijk over grenzen heen gaan denken. Niet over grenzen van anderen gaan, daar heb ik het niet over. Maar zonder idealen komen we nergens. En hier heb je ook al uh, de munt aangereikt uit die comfortzone. En hier ga je die zekerheid creëren. Um, even een beetje meer zo, want ze liggen nou al heel erg op elkaar. Um, hier ga je natuurlijk ook die uh, zekerheid uh, creëren die je zo graag wil. En daar voel je ook geluk bij. Um, je mag over grenzen denken. En um, ja, hou, hou het, hoe moet ik dat zeggen? Uh, focus je erop. Uh, die zekerheid die je dus ook gaat manifesteren. Uh, en ga ervoor, want het ligt hartstikke goed. Er is alleen nog een bepaald iets wat jou tegenhoudt, wat je mag overwinnen. En ik heb hier de kaart bescherming, hè, de paraplu. Uh, maar ook de bescherming van je aura zullen we maar zeggen en hier, ergens heb je de behoefte aan iemand die krachtig is uh, iemand die jou eigenlijk beschermt voor zaken buiten dat je dat zelf moet leren natuurlijk <clears throat> Maar het kan natuurlijk zijn dat je je ook met die ontvankelijkheid. Dat je misschien gevoelig bent voor beïnvloeding. Um, hè, maar je zit ook in een spirituele ontwikkeling. En misschien heb je er wel behoefte aan iemand die jou hiermee een beetje gaat, uh, gaat helpen. Die jou uh, materieel en spiritueel inzichten geeft. Um, hè, en. en ja, dan zullen dingen ook makkelijker gaan. En dat benoemde ik net natuurlijk ook al een beetje. En het is heus niet zo dat dat per se bij mij moet. Maar ga eens kijken. Als je ze voelt van ja, ik kom er niet uit. of ik loop er tegenaan. Er zijn altijd meerdere wegen die naar Rome leiden. of om het jou te laten zien. Kijk eens even bij die. Uh, hier hebben we de ontdekking. Hè, bij de angstvoordelen en voor tekorten. <coughs> en de cyclus. Maar ook je werk- en carrièrekaart. heb ik hier de kaart ontdekking. Ehm. Um, als we naar deze kaart gaan kijken, uh, geeft dat eigenlijk aan van ja, maar er is behoefte aan duidelijkheid te komen. Dingen aan het licht. Dat ga je hier ook zien, inzien vooral. Hè? Dat is wat ik daarbij voel ook. Uh, en die helderheid komt. En dan mag je ook je kansen pakken en die ga je ook pakken. Want daar ga je je talent daadwerkelijk toe passen. En dan heb ik hier nog de kaart... Begrip en dat heeft met je intuïtie te maken, je gevoeligheid te maken. Um, en heb een beetje empathie voor jezelf. Dat is ook heel erg belangrijk. Uh, he, en, en ook je eigen gevoeligheid. Ook al vind je ik ben niet gevoelig. Dat kan. Ik vind mezelf zogenaamd ook nooit gevoelig. Ik ben hypergevoelig. Maar als je heel krachtig bent, dan. Um, ik wil niet zeggen dat je niet gevoelig bent, maar je, je kunt gewoon heel veel aan en heel veel verwerken. Uh, maar weet je wat nou zo mooi is bij deze kaart? Zaken die je eerder niet begrepen hebt. Hier zien we ook de ontdekking. Uit het verleden ga je ineens begrijpen. En dan komt er een bepaalde vrijheid, ga je ervaren. Nou. Oh, sorry, excuses. Ik stootte tegen dat ding aan. Hoe mooi wil je het hebben? Nou, liefde kwam niet super veel voor. Wel, natuurlijk, die tien. Um, maar wat ik gewoon ga doen is wel kijken wat er eventueel nog aan romantiek uh, jou te wachten staat. En misschien heb je een relatie. Uh, ben je op zoek naar een relatie? Zit je in het begin? We gaan wel eens even kijken. En misschien heb je geen relatie. En dan kan het ook een aanwijzing zijn. Scheiding. Een tijdje gescheiden zijn van je partner staat voor de deur. Bizar hè? Dat ik het dan heb. Misschien heb je geen relatie. Bla bla bla. En dan krijgen we deze kaart. Ik zeg niks meer. Laat je vrienden je helpen. Vraag anderen om steun en accepteer die ook. Kijk eens even. Dus uh, naar die kaarten doen het nog wel. Laten we ook eens even bij de Earth en Sol kaarten kijken. Want ik vind het zo belangrijk om jou in je onderbewustzijnslaag aan te raken. Uh, want als je daar weer bewust van wordt, kun je er wat mee. En dat vind ik zo belangrijk. Jouw groei, uh, jouw onafhankelijkheid. Uh, hoe leuk is dat allemaal? Geduld is de sleutel. Nou, stier, als iemand geduldig is. Ben jij het wel? Neem die met je mee. En Gaia wil natuurlijk ook nog iets aan jou kwijt. Dus laten we ook eens even kijken wat Gaia jou te melden heeft. Kom maar door, Gaia. Kijk eens, het magische bos. Mysterie, magie en verrukking. En weer die maan. Zie je dat? En hier hebben we het ook over die maan gehad. Um, neem dat met je mee. En ik zou zeker zeggen, ga ook vaker even naar het bos... Uh, waarom op de een of andere manier bossen aarde jou. Pak een boom vast als niemand kijkt. Kan je hout schelen, joh. Uh, want die boom neemt jouw energie over, waardoor je je weer kan bevrijden. Etcetera, etcetera, etcetera. Nou, en als laatste pakken we nog even de Power of Love. Ik pak niet altijd standaard alle, alle extra kaarten, omdat ik natuurlijk met die AME ook nu werk. Het moet niet te veel worden. Je moet het allemaal nog wel kunnen bevatten wat ik jou allemaal aan het vertellen ben. Want ik vertel maar achter elkaar door en dat heeft ermee te maken. Dan zit ik in mijn flow en in mijn stroming en dan ratel ik door omdat ik geen woord wat ik binnenkrijg wil verliezen. Want ik doe het heel erg afgestemd, bijna in trance uh, kun je wel zeggen. Evolutie. Je realiseert je dat obstakels slechts lessen zijn op je pad naar liefde. Nou, daar hebben we hem. Stier, dit was hem voor de maand. Um, januari 2024. Ik wilde net mij zeggen. Ik weet niet waarom, maar noteer het even. Want er is iets met mij aan de hand. Gaan we niet naar graven. Maar ik denk dat dat hiermee te maken heeft. Dus neem dat zeker met je mee. Als je meer informatie wil, behoefte hebt aan een consult. Of dat je dacht van, oh welke link was dat ook alweer? Staat allemaal in de beschrijving hieronder. Wil jij zelf Tarot of Lenneman leren duiden? Je kan altijd terecht op de Online Academy van Mirai, je weet meer. Linkje staat ook in de beschrijving. En vergeet niet dat je in de maand december 2023 nog 15% korting hebt. Uh, dus ja, het is een beetje lullig als je daar eind januari achter komt, zeg maar. Uh, dus ik geef het nu nog even mee, want die video's worden natuurlijk in december al geplaatst. Uh, hè, en dan denk je straks, ja ik ga het in januari doen. Maar nu kan je nog net even die korting pakken en tel maar uit hoeveel korting dat wel niet is. Uh, kan je wat anders leuks voor doen? Of dat is net al bedrag, hè, dat bedrag uh, dat je korting krijgt. Dat je denkt: ja, maar nou kan ik het ook doen. Ik wens jou alle goeds een hele mooie maand. En ik zou zeggen: tot de volgende. Doei doei! Herken je de frustratie van het onthouden van de betekenis van iedere Tarotkaart? Maak je geen zorgen. Tarot spreekt tot ons op een diep, intuïtief niveau door zijn symboliek. In mijn training focus ik op de onderlinge samenhang van de kaarten en hun symbolen, waardoor je de betekenissen intuïtief gaat begrijpen. Ben je klaar om een leven te leiden in samenwerking met jouw intuïtie, met Tarot als je gids, om echt te begrijpen wat Tarot jou te vertellen heeft? Sluit je dan aan bij mijn online academy bij Tarot Master. Maak je keuze hieronder om vandaag nog te beginnen met het onthullen van de mysteries van de tarot. Mijn naam is Mireille van Rijn en ik zie ernaar uit om je te verwelkomen in deze magische reis. Tot snel!